Welkom bij Road to Tumor Server episode 9. Dit is de 9e episode van mijn Road to Tumor Escape. En in dit geval ben ik een paar levels vergeten te filmen alvast. Van tevoren construction levels en hunter level ofzo. En dat soort dingen. Maar in dit geval ga ik nu construction levelen. Dus dan moet ik even ook in de kennis gaan zeggen. En de constructie is nu 88. Dus ik level nu naar 89. Yeah. Oh, verkeerde neergezet in de clan. SC2. Yeah. En dit kan ik opnieuw maken. Woo. En op dit moment ga ik 90 construction halen. Door nu deze Craftique Magic wardrobe te maken. Woo. 90 construction. Dat eigenlijk best wel een mooi getal is. En nu valt best wel tegen hoeveel kan. Yeah, 90. En dit is het moment dat ik uiteindelijk Hunter ga levelen. En dit is niet maar zomaar een Hunter level. Het is het Hunter level waarbij ik iets nieuws kan gaan vangen. En ik heb dat in een kleintje gezegd. En ik ben nu level 87. En de vraag is dan, wat kun je nu vangen, Nick? Nou, is heel makkelijk antwoord. Het staat daar. Zompie. Implinks. Ik kan ze ook bijrenden. Dus als ik soms die implink tegenkom, die ik een paar keer tegenkom, dan kan ik ze voortaan gaan vangen. En de enige implink die ik op dit moment niet kan vangen, is volgens mij alleen nog maar de Kingly implink. Alleen de Kingly implink is voor level 91, is de enige implink die ik niet kan vangen. Nog niet. En zoals iedere keer, of heel vaak, wat jullie al heel vaak hebben gezien, ongeveer iedere video, bijna iedere video, ik weet niet iedere video. Is dus de statue. Dit is volgens mij de 11e keer. De 12e bedoel ik. Het is een even. Want ik had al een replica. Ja, dus nu alles erop gooien. En nog een keertje legen. En voilà. Overigens, ik heb gemerkt dat de collection bag ding is veranderd, verbeterd eigenlijk, dat je ziet dat je meer overzicht hebt welke skills je nou moet. En zo, in plaats van dat je moet recht gaan klikken en kijken en zo. Yeah, lekker rock. Dus eigenlijk zoals ik hier nu zie. Zie je al wat je op de statue hebt gedaan en welke rocks je hebt, gewoon met de skill erbij. In plaats van rechterklik en kijken en je weet niet eens of die al op de statue zit. En nu ik dus deze heb, ga ik deze op mijn huis gooien. Dat is goed zoals dit week 12e keer. Ik denk dat ik nog 18 keer moet. Dat is een minimum van 18 weken. En de gaande dat ik dat niet doe, is dus meer dan 18 weken. Dus je zit nog redelijk vaak tegenkomen. Misschien episode... Het is 9 volgens mij. Bij 27 zal ik denk ik wel klaar zijn. Episode 27. En dan ga ik naar mijn eigen huis. Die een beetje minder is geworden natuurlijk. Voor dingen die ik wilde bouwen. Zoals, ik mis hier een stoel. En ik mis hier een kleedje. Kleedje een keer sprong weggehaald. Ik mis daar een kast. Er zijn wel meer dingen volgens mij. Oh ja. Deze combat ring is natuurlijk iets anders geworden als een test. Maar goed. Zij had nu 20. Ik kon naar kijken, maar ik wil erop gebruiken. En nu zit hij dus op 12. Yay! En wat jullie misschien niet weten, maar ook een trimmed completionist requirement is. Tenminste, als het goed is, weten jullie dat als jullie episode 1 hebben gezien. Hè, is dat je hier dus... bij Lead Archaeologist Abigail, dat is op de map, is het helemaal daar. Ja, in middle of nowhere, krijg je een boekje. Het boekje zit al 4 pagina's, random in. Het zijn totaal 19 pagina's die je moet vinden. En ja, dus heb je 1/4 van de 19. Ja. 2 van de pagina's liggen in de dungeon. En de rest moet je vinden door monsters te killen. En het mooie is dat je niet steeds bij één monster kunt blijven campen. Want dat werkt niet.
En dat je naast Elster eigenlijk niet meer gaat droppen, weet je, dat je van die, van dat monster alles hebt. Ik ga nu even opzoeken snel hoe rare het is om zo'n beetje te krijgen. Eens zien. Hij staat als... Het is geen papyrus. Het is een noot. Waarom staat er geen noot bij? Laten we eens anders kijken bij Dried Zombies. Die zijn daar. Dat is een gekke naam. Incoming, oké. Dus ze zijn niet heel raar. 1 op nog wat. Dus dan ja, daar gaan we maar vast voor. Dit zijn zo te zien met deers. Dat is prima. Ik. Nou, dit zijn de eerste notes al. Jee. Ik was halverwege op een of andere manier. Ik heb ook geen idee hoe ver dat is. Heb je daar nog een noot? Oh, zilver heb ik niet. Drop. En ik kan me als goed is mezelf hier in leven houden. Ook door middel van... Oh. Ja, die nieuwe ability. Nou, zoals ik al zei, ik draag een enhanced watertiara zodat je niet doodgaat aan de hitte. Dat is ook belangrijk om te weten. Anders moet je waterskins gaan gebruiken. En volgens wat ik nu zie, ja, 2 pagina's erbij. Ik heb geen idee dus hoeveel ik hier nog moet. Dus alleen als je gewoon heel lang niks krijgt, dan kun je me beter hierop rotten, omdat ze dus alles hebben. Dat is de enige manier om het te weten. En misschien met een beetje geluk krijg ik ook een champion scroll. Die natuurlijk een van de moeilijkste is om van de Trim Completionist Cape requirement. Nee, Mummy, hier ben ik. Nou. Oké. En ja, dit kan nog wel even duren. Nou, vanuitgaan dat ik nu alles heb gehad. Het duurde niet heel lang. Ik had 4 pagina's hiervan totaal. En even kijken, ik denk met deze tot pagina 36 of zo gaan. Had ik gelezen. Ik zit nu bij 22. Even kijken, hij moest tot pagina 34 gaan, waarbij de laatste half vol is. Nou, dan was hier ook nog wat. Hier zijn dit draait zombies. En ook deze zouden die dingen moeten droppen. Ook de skeletons overigens hier in de buurt. Andere skeletons werken overigens niet. Dus alleen specifiek voor deze volgens mij. Want ja, ik bedoel, skeletons in de wilde of zo zullen geen verhaallijn hier hebben. Dat is wel logisch. Overkill! Heerlijk, overkill. Maar dat is wel de skeletons als het draait, zombies die horen zeg maar bij elkaar. Die horen bij elkaar. Dus ik wil eigenlijk Dried Zombies doen. Die zijn anders. En dit zijn hier ook dicht meer bij elkaar. Ook nu eigenlijk vanuitgaande dat ik er geen meer van kan krijgen. Ik heb ook zelfs geen gekregen. Waarbij dus waarschijnlijk betekent dat ik ze allemaal heb gehad van een monster. Dan ga ik nu hier de cave binnen waarbij de Scabbarites zelf zitten. En ik moet ook even gaan kijken naar de chests die er zijn. 2 more chapters can be found in 2 chests below the plateau. 1 chest just east of the high priest Scarab. Ja, weet ik waar die kamer is. Ik ga gewoon kisten zoeken. Chests. Au. Ze zitten ook nog allemaal vallen. Fijn. Ik heb geen zin om op te letten.
En alles karabai, alles kabaras is eigenlijk tellen. En zo te zien zijn deze toch wel een stukje sterker. Dan wat er boven rondliep. Laat ik zo maar eerst naar de chests gaan. Ah, daar is een chest. Zo, daar is één. En die andere is... is Zuid. Surrounded by monsters. Oké. Eerlijk is eerlijk, deze dingen zijn nog wel redelijk om veel te gaan killen. Ik weet niet of ze goed droppen. Ik ga uit van niet. Die meetjes vallen mij niet aan. Hé, hey, nood. Hé, hey, nog een keer nood. Dat schiet tenminste op. Tjoe. Oh, maar die meters hebben heel weinig HP. Dus ik denk dat die meest praktische zijn. Even kijken, hoe zit het met de lancers? Want de rangers hebben best veel HP. Dus die weg liever niet. Oh, lancers, dat kan ook nog wel. Dus, samenvatting, rangers zijn het vervelendste. Laat ik maar eerst even de chest gaan openen. Ja. Ik weet niet uit of daar een trap in zit. Ik maak ze af allemaal af. Heel. Hoppa. Yo, attack. Precies. Search floor. Waar rent hij naartoe? Hé, hey, nood. Wat? Nee, maar dat... Nee. Pak ze op. Zo, nood. Je kunt die nooit eens pakken omdat hij op een trap zit. Geweldig. Eens zien, hier had nog ook nog ergens iets te zijn dan. Hallo kist. Hallo kist. Oh, daar. Zo. Jee. Misschien heb ik een fout gemaakt. Dat ga ik nu onderzoeken. Is dus dat de draaizombies... maar die gaven ze niks. Maar ik wil nog niet zeggen dat de skeletons niks geven. Ik had denk ik iets verkeerd gekeken of zo. Maar goed. Ja, au. Ik heb ook een hartkloe gevonden. Jee. Ja, ik kreeg natuurlijk niks meer hier. En alleen de scans ook met twee of één gemold of zo. Dus sorry voor het ongemak dat jullie dat verkeerd hebben gedacht. Jee. Hallo skeletons. Hebben jullie shizzle voor mij? Ik wil dat jullie mijn shizzle hebben.
Schat deze vent eraan. En hard. Wil jullie mij geven? Dus iedere keer jullie alleen laat. Nee, bloedjarm. Papa. Oké, dus wat ik net had gelezen is dat je van alle soorten nodes moet zien te vinden. Dus dat wil zeggen van de Lancer, de Ranger en de Major, zeg maar. Nee, Major, Ranger. Er zijn allemaal ook verschillende. Ik moet er even rekening mee moeten houden. En als het goed is, moet ik hierna. Ik vond het net toevallig. Nog één. Ik weet niet wel welke van die vier dat is. Ik zit hier op 31, zeg maar. Misschien twee nog. Geen idee. In ieder geval kreeg ik niks uit de mummies weer. Niks uit die andere. Dus. Ik ga hier gewoon alles kapot maken. En zullen jullie zien, heb ik nu pagina 34 op de helft. En met wel toevallig niet twee, maar toch drie die ik nog moest hebben. Ik ga nu outliden. Grapje. Ja, dat is een heel goed pech dat ik ze niet kreeg. Dus ga altijd gewoon door dat je echt zeker dat je niks krijgt. En ja, Mages, Rangers en Meleers moet je apart mollen. Het is gewoon in die kamers uit als je redelijk wat kunt tanken. Dan werkt dat helemaal prima. En dan loop je nu buiten het kamp om bij het persoontje de reward op te halen. Dat is onder andere 10k. Jee! Nou, bla 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 bla. Nou, hier zie je 10 gold voor a copy of your research note. Tada! Dat was ook gewoon alles. En dit was dus requirement voor het Rift Escape. Woo! Oeh, mijn dek waanzin is een beetje lijk. Maar een ander requirement ding voor de Trimmed Completion Escape. Oh, ik zei iets in het Engels, poging tot. Is natuurlijk een zoektocht naar alle schatten van de Enhanced Key. Dus als ik hierop klik, dan is het, in dit geval warm. En we gaan zoeken of het allemaal verkouden wordt. Dat is alles. Maar gelukkig is er een site voor waarbij je alle locaties vindt. Dus als je in de buurt bent, dan weet je precies eigenlijk waar je moet gaan graven. En dit was volgens mij in de buurt van de Body Altar. Oké, dus even kijken. Het is nu niet veel warmer, zoals verwacht. En daarna komt nog een serie trouwens met om de andere. Dus zij zijn met twee delen. En het andere deel, dat is altijd op volgorde in plaats van random. Nou, dit was kouder. Is dit warmer? Nou, oké, dan gaan we die kant op. Hij is nog warm. Is dit nog warmer? Dit is nog warmer. Oké, misschien is het niet die locatie dan die ik dacht. Zou dit de Body Altar zijn geweest? En warm is een afstand van 101 tot 400 squares. Dat is best veel, kan ik je zeggen. Laten we dan Lumbridge gaan. Ik denk dat het al misschien wel 400 squares zijn. En een squares is 4, dus schuin is, telt ook als 1. En niet als de hoogte van 2. Eens zien. Dit is warm, ja. En dan zou hij in de swamp moeten zitten dus. Oh, hij is aan de andere kant. Ik had beter naar de drain nog kunnen gaan. Maar goed, als het goed is wordt het nu steeds warmer. Oh ja, ik kan nu ook schuin. De Lumbridge is een beetje kapot gegaan. Dus ik ga het ook lopen. En dan zouden we nu langs met de buurt moeten komen natuurlijk.
Nee, niet. Nog verder zuid. Welke riet ook niet. Het Skipper Point, dat zou ik nog wel kunnen. Is die kant warmer? Ja. Miss Skipper Point, home teleport naar Portarim. Overigens heb ik van deze key al heel wat gevonden. Toen ik nog zeg maar noob was. Oh, je kunt dingetjes gaan vinden. Oh, dit is super rare. En dan is het, oh, dat is 5k. Daar baalde ik toen van. Ik dacht dat niemand anders het had gedaan. Ja, ik kon nu precies de locatie opzoeken. Midskipper Point. Bloep bloep. Oh, zou eigenlijk hier moeten zijn. Is koldig. Hij moet steaming zijn. En het is in een 9x9 gebied, dat is. Oké, dan ga ik hier staan. Hoppa. Is kouder. Oké, dan gaan we toch met die kant op. Laten we hier zo gaan staan. Key steaming. Hoppa. Next. It's cold. Hookie. En dan zal ik zoiets laten zien waar ik graaf, want dat wordt een hele lange video natuurlijk. Nou, het bleek dus daarbij een gnome stronghold te zijn, dus dan graaf je weer. En de tactiek is eigenlijk, als je dan voelt, dan zie je dus very cold. Maar als ik dan bijvoorbeeld hier naar het, recht naar het oosten loop, dan is het is warmer. Oké, in ieder geval als dat die kant op is. Als ik nu omhoog loop, kan ik zeggen van, oh, het is een hoge vandaag. Het is ongeveer dezelfde temperatuur. Op dezelfde hoogte op deze map. Als je dan kort zal nagaan, ik zit nu hier. Hij is in ieder geval meer naar het westen en ongeveer dezelfde hoogte. Dan kun je dus al nagaan van, oh, dan heb je deze plekken zo over. Zo, waaronder dus. Waarbij ik de vorige keer dacht, dan wordt hij altaar. En mijn volgende is hier gewoon bij de geur. En mijn volgende plek is bij Zuid van Valador. Yay! Oké, okay, ik ben standing in Valador. Bij de Zuid van Valador. Ik heb bestelde met een miljonair. Next! En zoals het nu blijkt, kom ik met de laatste elfa die in de volgende komt, dus makkelijk te vinden. En dus is deze bij de Gnome Field. Yay! Nice! En dus de volgende is bij de Shantai Pass. Yay! En de volgende is ten in het westen van Brumhaven, in het noorden stuk. Dus hier kom je aan Brumhaven. En dan ga ik weer graven en... Yay! waarom doe je niet mee? Wat is eigenlijk het duurste item in LoL? En het beste melee item? Je bedoelt een RuneScape? Ja. Het eerste is een Christmas cracker. En de volgende doe ik graag met een aanloopje, aangezien dit in de wilderness is. En ik geen zin heb om te banken. Als ik nu dood ga, ben ik heel veel kwijt. Go, 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 go. Waarom is hij nog zo ver? En steaming. Loot en rennen. Go, 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 go. Oh ja. Yay! Ah. En de volgende schijnt hier te zijn. Doe ik zonder graven. Zonder checken en ik had gelijk. Dat het hier is. Yay! Je bent echt mee gestopt om mij te helpen. Ja. Het komt op de video. Oh. Zeg dat dan. Doe nog eens een keer yay. Yay! Goed zo, staat erop. Oh. En de volgende is vlakbij de Hunter Expert. Het is in de Veld op Hills. Kan ik graven. Yay! Yay! En de volgende plek is hier ten oosten van Sovenham. Yay! Nice! En de volgende plek is een wereldwilde 3635 bij de Obelisk Noord van de Bennett Camp. En dit is Treasure, dus... Yay! Yay! En dit is de wildernis, dus ik heb dit keer geen dingen aan, het is best diep.
En ook deze in de wildernis ten beste van Demonheim. Yay! Yay! En deze op één en laatst is vlak bij de Death Plateau ten noordoosten van. Je hebt geen speciale boots nodig. Yay! Yay! En als het goed is dit de laatste, het is in het helemaal noorden van de wildernis bij de Scorpion Pit, vlak bij de Chaos Elemental en zo. Yay! Yay! En mijn sleutels ook weggaan. Nee, het bewijs is dat ik deze trimmed Confused Cable Climber heb gehaald. Yay! 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 Woehoe! Niet alleen zijn er ook trimmed Confused Cable Requirements die ik moet halen, ook nog een enkele Completionist Cable Requirements. Sterker nog, twee daarvan. Eentje daarvan zal ik eerlijk toegeven, ik heb één song nog niet unlocked. Dat is bij de Bowers Hard Mode, dat je daar in het gevecht moet gaan en krijgt daar een liedje van. En dat ik de Tuscan Mask moet gaan maken, dus alle delen moet hebben. En gelukkig heb ik die, dus dan maak ik die nu. And you have created a Tuscan Mask, woo! Nou, kun je ook meteen ook dragen. En dan kan ik dus XP kiezen, en dan kies ik dus een Magic. Hoppa! En heb ik deze gehaald. Dat is het. En al doorgaand dat ik nu hier bezig ben met de faction banner, ga ik natuurlijk construction level up. En dat is eigenlijk gewoon nu. En ben ik nu level 91 construction. Woo! En oeh, ik kan iets nieuws. Ik kan eventjes openen. En de Magic Dungeon Treasure Chest. Nog 8 levels dan ben ik 99. Het klinkt weinig, maar in XP ben ik niet op de helft. Oké, ik film nu. Oh, geweldig. We hebben 1 keer verraken gedaan. Volgens mij ging iemand dood met de mal, toch? Ja, iemand ging dood met de mal. Je ziet in mijn chat, je ziet hem niet, denk ik. Nee, je ziet dat ik hem heb gedaan. Ik ben wel defense level up. Woehoe! En ik heb hem gedaan met de mal. Nee, wat was de loot? Tectonic energy. Mage locks, krijgen jullie ook items of niet? Nee. Nee, ik heb niks gekregen. Hey, ik hoef niet meer te komen, ik heb mijn ding nu. Ik heb hem gewoon met de mal gemapt. Gewoon never again of? Misschien nog wel een andere keer, maar even. Yeah! Dat is alvast. Dit is degene waar ik de meeste zorgen maakte trouwens, om te halen. Ja, of dat wel kan, of dat je geaccepteerd wordt. Ja, inderdaad. Nu moet alleen nog Barus doen. Dan is het voor mij alleen nog maar solo alles halen. Dus yeah! En wat ook een trimmed completionist cable requirement is, zoals hij getrimd, is dus hier bij de lecture run moet je 500 van die fire rush of fire, ja in ieder geval van die fire dingen, fire lords ofzo, moet je zeg maar verbranden. En ik heb er pas 280, dus ik moet nog 220 te gaan, dat ga ik dus doen. En die kun je gewoon doen in de stad, dus ga ik er 200 killen en dan ga ik ze hier verbranden. En om te laten zien dat deze dingen vrij snel gaan. Oh, een beetje lag nu ineens. Heel veel lag. Lag. In ieder geval, je kunt ze zeg maar in 2 te dood hebben. Dat kan. Of 3. En ook alles heeft eigenlijk zijn einde. En ik zal uitleggen hoe het werkt. Je hebt dus zo'n firecrops, drops allemaal standaard. Dus die heb je eens nodig. Je hebt ook een pyrolog nodig. Dat heeft bepaald niveau van wat je moet hebben. Het laagste is volgens mij teak. Maar ik heb 2 pyrologs, want die deden wel in kopen. Dus pyrologs is zeg maar met olie eroverheen, 4 olie over een jewelog, maar je kunt ze ook gewoon kopen. Die gebruik je dus hier op dat altaar ding. Dus je legt de korps erop. En dan verbrand je hem. En dit is mijn 500ste, om precies te zijn. Het is logisch dat ik dus dit nu film. Woehoe. Nou, er staat niet iets speciaals van 500 ofzo. En dan dropt ook toevallig altijd een key. Altijd. En als het goed is dat ik hier nu ga kijken bij de lecturen, zullen we zien dat er 500 staat. Je series list of find the book is a list, the series of all names is have been crossed out. Dus ik heb alles gedaan. Alle 500. Bij iedere 50 wordt ook eigenlijk je blisterwood en je van de slowwapens sterker. En met de keys heb je zeg maar ook allemaal van die deurtjes, van je uit welke je opent. Ik pak toevallig altijd deze. En dan kun je nog loot uit. Krijg je loot uit. Vaak is het gewoon hulps.
Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een page krijgt. Bijvoorbeeld sowieso een Cortex page, Samurak page. Maar je kunt ook nog zelfs Samurak armor, Saradomen armor krijgen, Samurak armor van Jeroen. Ik heb straks ook een Dragon Spear gekregen. Dus in de meeste waar is iets van 2 mal wat je kunt krijgen. En ja, je krijgt voor de rest alleen maar troep. De kans is ook trouwens heel klein dat je het krijgt. Ik heb het één page gekregen in het 220. Of ja, 219. Of 218. Nu is het 219. En nu wordt het 220 natuurlijk. Je krijgt ook dwarffietsies. Die zijn dus 50k. Dat is ook af en toe groen items, zo nu en dan. Het is niet waard om dit te doen voor winst. Sterker nog, het is verlies. Maar het is wel een trimmed requirement. En ik heb ze nu alle 500. Yeah! En op dit moment ga ik ijsjes rondbrengen. Ik heb er net al eentje gedaan. Met aan de hand bij opname technische problemen. Simpel gezegd. En ja, ik zal even laten zien kort wat je nodig hebt of wat ik aan heb. Zorg dat je gewicht trouwens onder de 40 kilo is, dus in dit geval. Ik heb nog 24 magic dogs nodig, ik moet nog 24 keer rennen. Gewoon blood runes, Kriegri, nou 3 was het toevallig, dead rune de vorige keer. Kromnet, enchant, watertiara, gewichtsverlies in de kleren en een waterstaf. Om dus spreuken te gaan doen. En de bedoeling is dat je ijs gaat rondbrengen, dus dan gaan we dus hier eerst hier ijs kopen. Nou, dat doen we dus. Dan doen we fast travel, doe ik even naar Shantai Pass. Oh, want het is gratis. Want het is van een aapje. Nou, kom eens daaraan. Gaan we door de Shantai Pass zelf. In the message your chimp ice is beginning to melt. Dat wil dus zeggen dat je nog 20 seconden hebt. Nu hebben we nog 10 seconden. Om dus te bevriezen. Dan klik je erop. In dit geval doe ik dit Ice Barrage. Nou, dan praat hij met die Shantai. Shantai. Beetje door. Vraag je wat is dus deze plek? Is optie 1. Dan zeg je dat je wilt vermoorden, zeg maar. Weer optie 1. Kom je erin te zitten. En dan kies je optie 2 om naar Port Sarim te gaan. En dan ben je dus in Port Sarim. Je kunt niet teleporten, want dan smelt het ijs per direct. Hier in de gevangenis doe je je picklockcel door. Kan even duren, ook al heb je 99 agility zoals ik. Nou, maar 4 pogingen. Ga je dus de deur uit, ga je naar het noordwesten. Ga je naar de Craft and Guild. Iets noord van de Craft and Guild is dus een ballon. Nou, staat hier, ja, Champ is beginning to melt. Vind ik prima. Nou, die meldt het. Oké, dan doe ik hem bevriezen met Ice Barrage. Zorg wel dat je deze berichten goed in de gaten houdt. Want je wilt zeg maar niet eindigen met gesmolten ijs en dat je alles opnieuw kunt gaan doen. Nou, dan komen we bij de Hot Air Balloon aan, om dus met de ballon naar de Gnome Stronghold te gaan. Deze moet je trouwens wel unlocked hebben natuurlijk. Dit kost overigens dus ook die ene Magic Lock die ik in mijn inventory heb. Nou, bij de Gnome Stronghold gaan we dus naar boven, naar de grote boom. De Grand Tree. Nou, staat er Chimp Ice is aan het smelten. Ik denk wel iedere vijfde keer dat je dit doet, smelt ijs dus 2 keer zo snel. Ja, dan in plaats van 1 minuut heb je nog maar 30 seconden bij Ice Barrage. En dan loop ik iets verder. Dan is hier zo Darrow. Ik ga mee reizen. Ja. Dan met de gnome, die je zo ziet, de andere gnome. Kun je ook meer reizen, dus dan doen we dat. Ook ja. En dan 2, ja. Het gaat nog over vulkaan. Vulkaanas en zo. En wat heb ik nou gedaan? Over de zekerheid, dan ik zie. En dan weer ja.
Wacht, nee, dat was de verkeerde. Dit doe je niet. Ik zie die andere vent het aangeklikt. Op de boot. Nou goed, deze foto kost dus weer wat groens. En tijd. Het is leuk trouwens gelijk wat er mis kan gaan. Dus terug de boom in. Omhoog. Opzij, naar Deru. Mijn ijs gaat langzaam smelten. Ik zal hier nog een keertje bevriezen. Weer reizen. Dan moet ik daar met de boot gaan, met Lumdo. En niet met Waidag. Dit is Lumdo. Ja. Nou, dan zijn we op Apetol. Kun je een aapje worden. Hoeft het in het begin nog niet. Er is namelijk een plek waar je op het laatste moment zeg maar nog mens kunt zijn voor dat aapje zien. Hallo. Ah, je reageert niet. Hallo. Ah, jawel. Hallo. 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 Hallo, bij deze boom. Niet verder gaan dan die boom. Ik vries hem nog één keer. Op. Ga een aapje worden. Go. Als je, ik zou geen zombie aannemen, want dan, ja, kun je niet rennen. Ga je gewoon rustig erdoor, spatie. Ik ga het net wat sneller dan klikken. En dat is gewoon naar de koning brengen, die dus in het oosten is. En daar is het dan. En als je niet zeker bent, dan ga je in het hoge gras staan ergens. Doe je waterstaf aan, zet je kriekje automatisch uit. Doe je ijsparage. En dan word je weer een aap. Zo makkelijk is dat. Zolang je maar in het hoge gras bent. En als je uiteindelijk hier aankomt, praat je met de guard. Zodat je er doorheen mag. Oh, wat wil je want? Ja, ik wil gewoon spreken. En dan wordt die koning heel blij dat je, nou ja, ijs brengt. Is het chimp ijs? Ja. Alsjeblieft. En dan kreeg ik toevallig plotgroens. En als je slim bent, dan ga je dus. Nou, ik kan bijvoorbeeld hier staan. Met je staf aan of zo. En doe toch gewoon teleport naar Bennett Camp. En ga je weer terug naar de plek. En that's it. En op het moment zien jullie mij hier op Apetol rondlopen. Zonder Magic Dogs in mijn inventory. Ik wilde zeggen dat dit mijn laatste run is. Dit is overigens ook een run, dus die moeilijker is. Aangezien ik vaker. Met casten. Maar ja, bij het laatste stuk ga ik dus hier precies op het hoekje bij de, van de boom staan. Voor net dus zo'n laatste schermpje gaan. Nou, vriezen snel aapje worden. Je rent als de mollen. Zo snel mogelijk. Met run aan. Maar dat is logisch, dat heb je altijd wel. Rijd dus door deze gate. Je rent recht door de bosjes in. Je doet dan gelijk je waterstaf aan en doet hem nog een keer bevriezen. Zo plop. Vriezen en go. Want je zult waarschijnlijk niet redden om hierin te lopen. Vanaf zeg maar het punt dat ik net liet zien waar ik een aapje zeg maar werd. Dus niet zeg maar voor de gate. Als je dus niet de halvering hebt, kun je het in één keer naar de koning halen. En voor de zekerheid doe ik gewoon. Maar denk ik gewoon voor zeker iedere één keer in vijf of zo is dit dan dus. Doe ik wat vaker. Want je wilt niet dat je het hele stuk opnieuw gaat doen. Iedere run duurt. Iets van 5 minuten ongeveer. Kan iets kort zijn, kan iets langer zijn. Zoiets hè. Dus het duurt denk ik maar een paar uurtjes om de 25 te halen. Dus het valt mee als requirement uiteindelijk. En zoals je nu ziet, kom ik nu bij de aap aan voor de laatste keer. Ja, juist, dat is weer dus. Even nu, ja, ziet die aap dus in. You've brought away 25 chimp eyes.
Nou, het is logisch dan, hè? En nu, als de staak bij de bandcap laat zien, zie je dus dat de ninja monkey fighters, dus de hoogste elite krijgers van die aap, beschermen me. Beschermen die plek. En dit is trouwens ook het laatste fragment wat ik laat zien, want ik heb al gemerkt dat mensen schijf langzaam vol raakt door al deze stukjes video. En natuurlijk ook van de video die nog aan moet komen, waarbij ik even vandaag wat stress had, dat het niet werkte en zo, dat het te zwaar was. Met de 2013 video. Ja. Dus ik ga nu snel laten zien. Ja. Is het zo'n beetje ongeveer. Deze video is volgens mij online op maandag. Daar ga ik wel vanuit. En als je dan hier nu kijkt, zien jullie de drie statues als het goed is. Hier stonden er al. Kijk, de drie statues. En natuurlijk de Monkey Dive Fighters. Hou hoe ha. Ik heb een cromolet aan. Waarom? Oh, natuurlijk. Het zijn ninja praten. Iets anders zeggen dan dat? Nee, oké. Okay. Dus, yeah!